Zou Robert Droogmans in deze Wallonie te Jambe voor een hattrick zorgen? Dat was één vraag. Een andere, hoe zou het Patrick Snijers na het mislukt seizoenbegin dit keer verlopen? Jean-Claude Props, die in Spa met zijn Ford Sierra iedereen had verbaasd, en knokker bij uitstek Guy Colsoul. 77 deelnemers dit jaar op een gewijzigd parcours dat het zo mogelijk nog sneller maakte dan vroeger. Bij afwezigheid van werkelijke topnamen zou de strijd zich toespitsen op Snijers en Droogmans die elkaar als KP-winnaar aflosten. Daarachter ontsponnen zich andere duels tussen Guy Colsoul en Panontin. En tussen de Porsche 911 van Gabin en de 930 Turbo van de Fransman Daibach. In groep A de vertrouwde gezichten van Valère van der Maase, de doorgaans wel snellere Stefansson en André Larep. Grote afwezigen waren Olivier Tange en Pierre Dumoulin. Bij de Porsches verliep het eerste wedstrijdgedeelte verrassend in het voordeel van Daibach. Soulet bleef met zijn tijden vlak in de buurt. De Ville deed het nog net iets beter dan Soulet. En Tollet was de vierde in de Porsche-reeks. Demévius zat in hetzelfde tijdschema als Tollet. Bij de Enns een bikkelharde strijd tussen Budo in zijn R5 en de Ford Sierra van Probst. Terwijl Dirk Vermeers van bij het begin met enorme remproblemen kampte, later van de baan vloog en een hersenschudding opliep. Droogmans Joosten draait de eerste KP 3 seconden sneller dan zijn concurrent, Snijers Kolenbunders, die we hier aan het werk zien. Panontin Verfoglia heeft alle moeite met Colsoul Lopez. Het verschil is miniem. Daibach en Rémy, hier met het nummer 11, blijven Gabin en Willy Lux voorlopig voorafgaan. Nog een Porschist, de Ville de Goyer-Aublin, hebben af te rekenen met een gebroken achterbrug. Soulet zit de Ville vlak op de huid. Valère van der Maase gaat in de klassering Tollet vooraf. André Larep heeft problemen met de sper en ligt vrij ver achterop. Maar Stefansson vergaat het nog slechter, want een turbobreuk in de tweede KP levert 3 minuten verlies op en een 29e plaats. Demévius daarentegen doet het uitstekend en is derde bij de A's. Er moeten de eerste avond 2x5 KP's worden afgewerkt. Snijers stelt voor de tweede serie 7 seconden achterstand op Droogmans. Bij het afsluiten van het vrijdaggedeelte heeft Snijers die achterstand omgebogen in een 3 seconden winst. Maar Droogmans raakt daardoor niet van zijn stuk. Om de ereplaats is toch niets gezegd, wel bedraagt de voorsprong van Panontin 12 seconden op Colsoul Lopez. Daibach heeft voorlopig Gabin met 9 seconden achter zich gehouden. Hier Gabin in actie. Achter Gabin staat Soulet op de 7e plaats. En De Ville op de 8e. Valère van der Maase zien we hier voor het laatst. De kophanging begeeft nog voor het einde van de eerste ronde. En Tollet bezet samen met Demévius de 10e plaats. Droogmans Joosten hebben de situatie rechtgetrokken en stevenen op een ruime voorsprong af. Na de eerste 2 van de 20 af te leggen KP's hebben ze al 23 seconden voorsprong en dikken die later nog aan tot ruim 1 minuut. Panontin kijkt al gauw tegen 4 minuten aan ten aanzien van de koploper.
Patrick Snijers moet toezien hoe het verschil met Droogmans blijft toenemen. En voor Colsu López is het einde nabij. Ben voilà, ici assis spécial de la fin, il y a une coupure du moteur, on ne sait pas exactement quoi. Autrement dit, plus possible d'avancer. Et maintenant, nous attendons que les mécaniciens fassent un diagnostic et puis on verra. Mais en principe, je crois que c'est très mauvais. On risque d'abandonner. Een slechte zaak met hier op te geven doen we niet. Normaal wordt Droogmans toch kampioen. Hij wint, hij rijdt hier voor iedereen uit in alle rallies dat hij tot nu toe waar hij mee aan meegedaan heeft. Ik vind, hij heeft het zeer gemakkelijk. Hij heeft een echte sterke auto. Hij moet niet voluit gaan zoals wij het doen. En hij wint alle rallies. Hij wint ook het kampioenschap op zijn één been. De slotdag is er uiteindelijk te veel aan. Ondanks motorproblemen haalt André Larep toch nog uiteindelijk een 11e plaats. Stefansson wordt 10e met 3 minuten voorsprong op Larep en wordt A-winnaar. De Pauw is in die A-groep verbluffend 3e. Probst, en zo zitten we in de N-categorie, moet de winst aan Budo laten. Opvallend is dat de N-toppers met hier winnaar Budo sneller hebben gereden dan de A's. Tolet eindigt op de 7e plaats met 4,5 minuut achterstand op de Ville de Goyer-Aublin. Daibach heeft zich moeten geven en verliest naar het einde toe nog minuten ten aanzien van Gabon tot een totale achterstand van ruim 6 minuten. Gabon eindigt op een schitterende 4e plaats. Panontin heeft door het wegvallen van Colsul geen enkele moeite om de 3e plaats te vrijwaren. En ondanks een opvallend wedstrijdeinde wordt Snijers 2e op toch nog 8 minuten 27 van de opnieuw grote triomfator Droogmans Joosten die de hattrick realiseert.